Het is zo ver hoor, we staan nu echt stil. Het emotionele moment is eindelijk kijk hier. Kijk Wauw, wat een gat, hé. Weet ik niet, schat, maar dat gaat nog wel even duren, hoor. Een hele goede morgen allemaal. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ja, het is maandag vandaag. Dat betekent een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En het betekent mijn werkdag. Dus ik ben in mijn kantoor, wat nog steeds helemaal geen kantoor is. Maar oké, wat maakt het uit? Er moet aan gewerkt worden. Het wordt wel steeds wat beter. Ik heb dit gedaan hierachter om zeg maar de inkijk van buitenaf te voorkomen. Of in ieder geval dat er gewoon gezelliger, leuker uitziet. En ook vanwege het geluid. Er moeten wat dingen voor de ramen komen te hangen. Omdat het anders gewoon echt heel erg hol blijft hier, omdat het zo'n grote ruimte is. Daar wordt aan gewerkt. Er komen dus ook deze week het een en ander aan meubels bij. Er komt een superleuke bank, waar ik echt heel erg naar uitkijk. Het wordt een rode bank, jawel, tegen een roze muur. Maar dat gaat helemaal geweldig worden, echt Disney-achtig. Jacks even ophalen bij de opvang. Laat ik dit keer wel die schoentjes uitdoen, want die was ik vorige keer, stond ik gewoon met die dingen op straat. Ja! Ga je mee, Jax? Leg maar weg. Bah. Let's go. Nou, laat eens zien die tand. Ja hoor. Jol heeft een tand eruit. Ja. En als deze er ook uit is, dan moet ik beugel. En mag ik geen plakkerige dingen meer. Mag ik geen pindakaas. Mag ik geen snoep. Mag ik geen chocola. Jol is naar school geweest, naar vriendinnen geweest en naar sport. Ah, ah, ah. Hallo, ik heb echt super weinig gevlogd gisteren en vanochtend, sorry daarvoor. Ik heb wel even een heel klein shopblokje wat ik voorbij laat komen van Chiquelle. Dit is het jasje. Nou echt, ik vind dit zo'n onwijs leuk jasje. Het is echt zo'n een beetje, ja, doet mij denken aan een beetje van die Engelse stijl. Echt leuk. Gewoon super leuk te combineren met je spijkerbroek. Maar je kunt hem ook combineren met zwart of bruin. En leuk shirt of misschien een blouseje of zo. Allerlei dingen. Je kent dit wel, hè? Deze jasjes vind ik tegenwoordig ook mega leuk. Gewoon over een trui heen. Helemaal wanneer het straks natuurlijk nog kouder wordt. Dan is dat echt super leuk. Even voor jullie info. Ik had een maat 38 aan. En ik ben 1,76. Okay, deze trui is een M. En ja, het is gewoon echt zo'n vlies trui. Dit is echt, ik zie mezelf al helemaal lekker op de zondagmiddag. Lekker chillen gewoon in deze trui. En misschien nog wel veel meer dagen. Ik vind hem trouwens ook super leuk staan met deze mom jeans. Omdat hij net even hier wat overheen valt. Dus net niet te kort is. Maar ook een beetje bollig zo. Eigenlijk wat me nooit lukt om met andere truien te creëren. Dat is bij deze zit het er al in. Omdat er zo'n soort elastiek hierin zit. Super lange, oversized, heerlijke trui. Hier staat het ook wel leuk bij. Maar met flared broeken vind ik het gewoon heel leuk als het wat langer is. En heel vaak is het bij mij dan te kort. Omdat ik gewoon best wel lang ben. Dus ja, ik ben heel blij dat dit goed past zo. I'm ready for the winter. Dit blouseje. Nou, echt super schattig. Ja, sorry, ik heb er even een zwarte BH onder aan. Daar moet je natuurlijk even een witte BH onder aan doen. Maar kijk hoe cute die is. Ik weet nog even niet wanneer ik zoiets aandoe. Omdat ik toch altijd een beetje, ja, dit blote buik vind ik toch altijd wel een beetje een dingetje. Maar misschien met uitgaan of en zo. En ik ben weer geëindigd bij deze. Dit wordt toch wel even de outfit voor de rest van de dag vandaag. Zo, nou, het toeval bestaat niet.
mijn moeder had nog een superleuk bankje. Die staat hier achter. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk nou, wat een heerlijk retro printje. Dus die ga ik zo ook even naar kantoor brengen. Maar ik denk dat ik dat even met Bart doe. En dan rij ik met mijn moeder nu even naar Bart toe. En ik kan mijn moeder even op Jax passen. Want dat is natuurlijk ook een gedoe. Als je wil verhuizen en je hebt hulp nodig van je vent. Maar dan moet iemand bij de kleine blijven. Dus vandaar even wachten tot ze er is. Nee. En toen hadden we autopech. Ik ga niet meer aan, hè? Oh. Oh. Sta je dan midden op de weg? Even reikie geven. Ja, het gebeurt altijd als het net. Oh! Hey! Ja, maar reikie hier. Ja, het is zo ver hoor. We staan nu echt stil. Het gaat echt niet meer aan. We hebben dus net getankt. Ja, dat had het beter niet kunnen doen. Nee, dat was geen goed idee. De auto blijft daar. Wij gaan lopend verder. Ja, het is wat. Nou, volgens mijn moeder doet hij het na een tijdje weer. En gelukkig waren we niet heel ver van huis. Dus we gaan straks kijken of hij nog alsnog later aangaat. Het is wat zo, hè, op de dinsdag. We zijn een uurtje daarna teruggegaan. Ik heb Jola naar dansles gebracht. Toen hebben we het bankje naar mijn kantoor gebracht. En boven neergezet. En ja, toen ging ik eten en alles. En toen was het alweer avond en dan gaat het alweer snel. En toen zaten we alweer hier te werken. En toen kwam Bart terug van sporten. En toen zei ik tegen Bart, niet gaan werken. En toen ging hij het toch doen. En dat kan niet, Bart. Je zit echt al over je tax van vandaag. Zelfs ik ben al klaar. Zelfs ik ben al klaar. Ja, maar ik wil nu dat je gewoon met mij. Ik ben klaar. Nu is mijn tijd. Laatste instructie, ik ben klaar. Nee, niet laatste. Nu is mijn tijd. Ja, mijn tijd met jou. Ja, het is 10 uur geweest. Het is prima zo. Ja, toch. Ja, toch. Verstuurd. Ja, toch niet dan. Oké. Yes. En we hebben de laatste nacht weer heel slecht geslapen. Want Jax slaapt niet echt weer door. 2 dagen hoor. Het is geen ramp. Maar ja, daardoor ben ik wel echt moe. Dus kom. Nou, het emotionele moment is eindelijk hier. Ik ga mijn auto inleveren. En mijn nieuwe auto ophalen. Maar ik vind het wel heel gek dat dit het laatste ritje gaat zijn in mijn auto. Het is ook wel echt bijpassend heel weer, gek. Hè? Kut weer. Het is echt... Bagger weer. Ik ga hem even leeg halen. Oh, wacht, ik neem die stofzuiger nog even mee. Oh nee, eerst even de autostoel eruit. Daar gaat hij dan. Mijn allerlaatste ritje in mijn Audi. Vind ik heel raar om te zeggen. Bart zegt, stel je niet zo aan. Het gaat maar om iets materialistisch. Maar zoals ik in de vorige vlog ook al had verteld. Ik heb gewoon een emotionele band met deze auto. Omdat het echt de eerste grote uitgave was die ik deed. Na mijn scheiding. Echt iets van mezelf, zeg maar. En ja, nu ga ik hem loslaten. Doei. Ah, kijk hem nou staan. Mama, de nieuwe auto. Onze auto, Jax. Poepie, wat een poepie, hè? Ik moest even de verzekering regelen. Dus ik was even een tietske aan de telefoon. Maar het is geregeld. Ik mag wegrijden. Dag Audietje. Doei doei. Oh, ik ben zo benieuwd wie er in die Audi A1 gaat rijden van mij. Er zit gewoon een geheim vakje hier. Nou, nu is het niet meer geheim natuurlijk. Jola vindt de auto super leuk. Hij zit ook veel ruimer. Kijk dan, ik kan helemaal zo doen. Ja, maar vooral omdat ik dus net met regen... Jax in de auto moest zetten. En normaal, als je dus maar 3 deurs hebt, dan moest Jola wachten. Want dan moest eerst Jax erin en dan pas mocht zij erin. En nu zei ik, nee, je hoeft helemaal niet te wachten. Je kan zo instappen. Oh, ik dacht, wat bedoel je nou met Jax? Ja, maar wat fijn om te horen dat jij hem ook zo leuk vindt voor mij. Leuker. Dan de Tesla? Laat het Bart maar niet horen. Leuker dan de Tesla. Je hebt nog niet eens gereden. Kijk, ik hou niet zo van snelle auto's.
We moeten een beetje opschieten, want we moeten om 3 uur worden we ergens verwacht. En dat is het cadeauboek van bol.com wordt vandaag gereleased. Mama, die past deze niet, dit shirt. Dus, en ik pas hem wel en ik vind het ook een heel leuk shirt. Het is echt super leuk. Het zijn allemaal van die geruitjes. En ik heb een vestje erbij. En hier zijn... Hier is het ook een beetje zo opgekruld. En dan kan ik lekker zo in mijn handen als het koud is. En het gaat draaien aan de muziek, maar ik weet niet hoe het werkt. Nou, zo gaat hij aan. En dan hier draaien. Nou, ik kom even zo van achter hoe het allemaal werkt. Gentleman Jacks. Welkom in mijn nieuwe huis. Dit is mijn woonkamer. En nu gaan we met de trap naar boven. En Nee! Nou, Jacks heeft het helemaal gevonden. Hier is geen belangrijke waren thuis wel. Als jullie deze kant op willen gaan. Lola die gaat nu een verlanglijstje maken. Je kan zelf maken. Geweldig! Kijk hoe mooi deze is, hè? Lekker geknutseld met Jill. Oké, je zal wel denken, waar is zij nou weer? Want net was ik nog bij bol.com. Ik ben scherp eindelijk. Maar inmiddels ben ik bij het Beauty Lab van Douglas. Waarbij ze weer allerlei nieuwe merken introduceren. En mag ik in het lab komen kijken? Hier zie je het. Echt super gaaf. Het was toevallig aan de overkant van waar ik net was. In het machinegebouw. Echt een mega vet gebouw trouwens. En net was ik in Spark Studio. Ook heel erg mooi. Dus Bart heeft de kinderen opgehaald. En ik mag nu hier even lekker mommy time in. Heerlijk. We gaan kijken wat ze allemaal hebben. This is really easy to wear. You don't even need a mirror to apply it. And it's really moisturizing. It's not gonna flake or crack on the lips. Work with our creative color consultant, Daniel Martin. He's a celebrity makeup artist. And this is an olie die absoluut niet vettig voelt. Het heeft heel veel comfort. En dit is de basis voor iedereen. Lushy fragrance. You have to shake it. Give it a good shake. And then it's milky, right? It's like milk. Now you can use it. Warm. Even now I feel like I'm going to like, oh, the first like... It lifts you, right? Sweet, happy enough, like... It changes. Yes, yeah. A lot. In a quick time. It starts like a Malibu and Coke. Yeah. Like a what? On the Hawaii night. On the Hawaii... Yeah. Gelukkig, het regent niet meer zo. Ik heb echt een hele vette koffer gekregen. Zo'n make-up koffer. Die ik altijd al eens heb willen hebben. Zo te voelen zit er ook wat in. Nou, ik ga nu lekker naar de garage lopen. Naar mijn nieuwe autootje. Er was ook nog een hele leuke meneer die mij uitleg gaf van Cora. Cora, het klinkt echt zo van Cora van Mora. Maar heel leuk. Zijn vriend of man... bleek naar mijn stewardessenvlogs te kijken. Dus bij deze, als je dit ziet, heel erg leuk dat je kijkt. Oh, ik heb heerlijk gereden in mijn lekkere, lieve, kleine, schattige autootje. Waar ik zo blij mee ben. Echt zo leuk, dit koffertje alleen al. Ik vind het zo'n geweldig koffertje.
Ik kreeg net ook een berichtje van, ja, superleuk wat je liet zien op je Instagram. Van die zei van, ja, super hoor, die is maar super duur. En stuurde ik terug naar dat meisje van, ja, weet je. Ik weet wel dat het gewoon eerlijke producten zijn, mooie producten. En ik vind het daarom leuk om deze te delen. Ik was er heel enthousiast over. Maar denk wel dat je natuurlijk, ja, als het te duur is voor je, het allerbeste wat je kunt dragen is je glimlach en je uitstraling. En ja, dat moeten we gewoon wel als vrouw onthouden. Dat je hebt het niet nodig. Je kunt ook, ja, veel meer bereiken eigenlijk met gewoon gelukkig zijn. Dus laat ik dat even erbij vertellen. Jax is schommeling en Jol is bezig met haar boekpresentatie. Gratis. Disna probeert te koken. Hoi. Zodra je aankomt in de keuken, krijg je dit. One more time, take a dance with me. Shake your body so that all can see. I know you feel it down in your soul. This booty all night, do the rock and roll. Start with kick drum on the... Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie allemaal woensdag weer in een extra video, natuurlijk. En vrijdag weer in een hele leuke weekendvlog. Zie je dan. Dankjewel voor het kijken. Thumbs up. Abonneer. Dank je. Bye. Abonneer op ons kanaal. En geef een dikke duim omhoog.